Afro-Surinamers in het binnenland, zo moeten de Marons voortaan heten. De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft de nieuwe naam voor deze groep vandaag gepresenteerd tijdens de viering van de Dag van de Marons op het plein van 10 oktober 1760. Daar legden de minister en zijn collega's van SASAVO en TCT, John de Goyo en Andy Rusland, kransen bij het monument. Speciale gast bij de viering was trio Gramang Songo Alalaparu. Volgens minister Dikan is de nieuwe naam Afro-Surinamers van het Binnenland reeds goedgekeurd door de Raad van Ministers. RO heeft het voortouw genomen omdat het punt is bereikt waarbij wij onze geschiedenis zelf gaan moeten herschrijven en beschrijven, zegt de bewindsman. En we weten dat iedereen hier van het Afrikaans continent onder één schip, in één schip hier naartoe zijn gebracht. En we zijn door de koloniale overheerser op systematische wijze gescheiden gehouden. Wij zeggen wij zijn allemaal Afro-Surinamers. En dat geeft aan de totale integratie van eigenlijk descendenten van de Afrikaners. Laten we één worden, laten we Surinamers worden, want Marons, dan in dat woord, we weten van waar het komt. En de verbintenis is er niet met het Surinaams grondgebied. Maar wanneer je zegt Afro-Surinamers die in het binnenland wonen, dan denken we dat we ons beter laten associëren en accepteren in de Surinaamse maatschappij. Okay. En hoe ver zijn jullie in dat proces? We zijn heel ver. Ik kan u zeggen dat de naam Duurzame Ontwikkeling, Afrikaanse Afro-Surinamers van het binnenland, reeds is goedgekeurd door de Raad van Ministers. We zijn bezig nu om de laatste hand te leggen aan de administratieve afhandeling met het ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat we over kunnen gaan tot het publiceren van het staatsbesluit, waarbij de taakstelling van het ministerie van het departement gewijzigd zal worden. 10 oktober 1760 markeerde de dag waarop de Maronstrijders traktaten tekenden met de toenmalige koloniale overheid. Hun status veranderde toen van weggelopen slaaf naar vrije burger. Volgens minister Dikan leerden wij daaruit dat door strijd, eenheid, saamhorigheid en opoffering veel bereikt kan worden. Je kan vechten, dat je kan opkomen voor je rechten. En dat hebben de strijders van toen gedaan, die gemeend hadden zich te onttrekken aan de slavernij, omdat ze tegen waren dat men onder druk, vernedering, foltering, prestatie moest leveren aan de kolonisator die gedreven was door hebzucht, geldzucht en maximale winst. En men had toen het slechte idee, als u het mij vraagt, geopperd om mensen van het Afrikaans continent te halen, omdat ze fysiek sterker zouden zijn om hier op de plantages het zwaar werk te verrichten. Dus 10 oktober plaats ik in dat licht, waarbij we ook moeten bezinnen van waar we komen, waar we nu zijn en waar we naartoe gaan. Maar ook de waarden en de normen die zijn gegeven. Een bestuurssysteem, organisatie, overleving meer eeuwenlang. En dat geeft ons toch wel tot nadenken. Wanneer je vandaag aan de dag, we praten over moderne maatschappij, 300, 400 jaar geleden. En soms sta je er versteld van wat je ziet aan chaos, aan ongehoorzaamheid, aan toch wel misdaad. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. We spraken hem vanmorgen tijdens de herdenking van de Dag der Marons op het plein van 10 oktober 1760.